Welkom bij Café Weltschmerz. Ik zit hier aan de lijn met IJzer Wieringa en wij gaan het hebben over het coronavirus. Hallo IJzer, goedendag. Zou jij jezelf willen introduceren aan de kijkers van Café Weltschmerz? IJzer Wieringa, ik ben KNO-arts met een praktijk in Amsterdam en heel lang ook in Leiden. In Leiden dorp en omstreken. Geïnteresseerde, dat wil zeggen, iedereen is nu geïnteresseerd, maar ook wel geïnteresseerde in het nieuws en medische wederwaardigheden. Dus ik ben sinds 99 of 2000 radiodokter bij Business News Radio, zo heette dat. Ze hebben dat ooit genoemd. Daar geef ik dan regelmatig wat commentaar. Daar op lopende dingen. Ja. En ook voor het FD schrijf je, klopt dat? Ja, daar was ik voor gevraagd naar aanleiding van dat van die link met BNR, die ik al lang heb. Mm-hmm. Was ik gevraagd om stukjes te schrijven over dit virus en over deze hele crisis voor het FD. En dat doe ik nu zo'n 3 keer per week, heb ik dan een stukje met een insteek die vaak medisch is, omdat ik KNO-arts ben en ik ben daarbij ook scanarts overigens. Dat is een second opinion arts voor euthanasie. Maar goed, dat speelt nu niet. En in die hoedanigheid zit ik hier ook niet. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar jij volgt corona-nieuws en ook de meeste kanten van al sinds het begin, neem ik aan. Ja, we zijn er ook zelf sinds het begin mee geconfronteerd. Mm-hmm. En doordat we sloten, de kliniek sloot heel snel. Het grappige was wel dat ik was aan het polykliniek doen en mijn maat met wie ik samen die kliniek heb, mm-hmm. Is een hele goede skier. En die was op dat moment bezig met een cursus hoe te overleven bij een, hoe heet zo'n ding ook alweer? Een avalanche, sneeuw komt te zitten, ja. Precies, dus hij had daar een cursus in. En ik had hem, hij was helemaal afgesloten van de wereld. Hij zat daar met 10 man, blijkbaar in een hele intensieve cursus. Een lawine cursus inderdaad. Maar hij had op een gegeven moment, appte ik hem en zei, wij moeten toch ook nadenken over wanneer wij sluiten. Hij had geen idee waar ik het over had. Hij zei, sluiten? Hoezo? Nou ja, hoe dan ook. Hij zei, nou, dan moet ik toch even induiken. En hij was een halve dag later, kreeg ik, hij ging onderweg weer naar huis. En ik kreeg een halve dag later kreeg ik van hem een appje. Hij is een hele snelle lezer. Hij had zich in no time ingelezen. En hij was nog meer in paniek dan ik op dat moment. Okay. Want toen was die hele lawine waar hij net trainingen had voor de sneeuw, was een lawine van nieuws die hij tot zich genomen had. En maar hoe toen ook, toen zijn wij als een speer, hebben we eigenlijk besloten om te sluiten, omdat het toen eigenlijk pas begon. En ik weet nog goed dat het was de wedstrijd met Ajax tegen die laatste wedstrijd, in mm-hmm. ieder geval, die ze gespeeld hebben. Ja. In de pauze daarvan werd ik gebeld. Ik was in Brabant op dat moment en ik werd in de pauze gebeld door, hoe heet dat, niet RTL, maar SBS... nou ja, op locatie in ieder geval, of ik commentaar kon geven over de eerste patiënt die in Nederland er was. En dat ik was in Brabant en ik was vlakbij Tilburg op dat moment. En ik zei van, nou ja, ik kan niet naar de studio komen en ik leg dat uit. Hij zei, maar u bent dus in de buurt van Tilburg. Hart van Nederland was het. Ik zei, ja, ik ben in de buurt van Tilburg. Het was s'avonds om dus een uur of half. Uur of half nou, 10 uur of half elf, want dat was in de pauze van die voetbalwedstrijd. Het zal half 10 geweest. Zo ben ik in mijn auto naar Tilburg gereden. En daar heb ik toen gestaan voor het volstrekt gesloten twee steden ziekenhuis. Waar achteraf die man ook helemaal niet lag. Die lag in de hoofd. Dit was de hoofdvestiging van het Tilburgse ziekenhuis. Maar de vestiging die in ieder geval waarvan men dacht dat die daar lag, maar daar lag je dus achteraf niet. Stonden we daar voor een dichte deur, stonden we een beetje commentaar te geven. En toen zeiden die reporter en ik nog tegen elkaar, goh, zouden ze nu eigenlijk niet de Efteling moeten sluiten als een speer? Want die zou gewoon open zijn. En eigenlijk kwam een week later naar voren
dat in de, niet dat ik dat nou zo zeg. We hadden het gewoon in een conversatie. Dat het zal zelfs zijn idee geweest kunnen zijn. Is de Efteling eigenlijk niet gevaarlijk? En daar stonden we namelijk bij in de buurt eigenlijk. En nou ja, die was toen nog gewoon open. Zou nu ondenkbaar zijn. Zo is het voor mij begonnen in ieder geval. En dat was eind februari, meen ik. Ja, en... Of was dat maart? Maart al, maar... Nou, voor mij begon het absoluut al in februari. Ik zat in Vietnam op dat moment. Toen werd het heel groot en ik moest ook echt op gaan letten of ik nog Vietnam uitkwam. En terug. Maar even een vraagje wat betreft bronnen die artsen tot zich nemen. Stel je voor daar aan het begin van deze epidemie. Je wil graag onderzoek doen naar wat is dat coronavirus en hoe gevaarlijk is dat? Wat voor soort bronnen neem je tot je? Wat voor soort bronnen nam je collega tot zich? Ja, dat is een goede vraag. Dan is Google natuurlijk je vriend. Want als je googelt, dan kom je overal zo'n beetje. En nu, wat nou het interessante is eigenlijk, dat is dat waar je normaal gesproken je medische literatuur, je vakliteratuur haalt vanuit de sites waar die zij hebben. Hè? De Annals of Internal Medicine bijvoorbeeld heeft zijn eigen website. En dan moet je daar inloggen. Dat moet je betalen. Maar normaal gesproken, als je abonnementen hebt of je bent bij PubMed en je hebt dat via je instituut, via je universiteit. Ja. Wat ik dan heb, daar kan ik daarin. Maar nu is alles wordt online gezet, direct. Dus er is geen peer review, nauwelijks meer. Ook niet van de hele grote, zichzelf respecterende en ook zeer gerespecteerde tijdschriften op ons gebied. Mm-hmm. Het staat direct op, ze mogen direct publiceren. Dus het staat direct op allerlei sites. Dus je kunt te kust en te keur nu. En dat heeft ook wel iets gevaarlijks hoor. Dat heeft iets... Absoluut. Dus dat kan een hysterie in de hand helpen of juist niet laten ontstaan. Wat je krijgt is dat je dus, als je niet medisch geschoold bent, is het onmogelijk om te lezen bijna, zou je zeggen. Maar je kunt natuurlijk als leek ook een heel eind komen. Maar het probleem is dat je heel veel mist ook en heel veel nuance mist. Ja, en terminologie. Dus je krijgt hele gekke berichten ook op Twitter en op social media van mensen die iets gelezen hebben, maar totaal uit de context iets beweren. Je blijft mooiste... van specialisten zoals statistici over de getallen. Precies, ja. En dat zit dan allemaal vol met jargon en het is moeilijk te lezen. Dus je hebt mensen nodig om het voor je te verwerken, absoluut. Ja. Ja. Om het te duiden of wat dan ook, ja. Hoe ziet jouw leven er nu dan uit sinds dat we in die lockdown zitten? En wat doe je dan als arts? Zoals vele artsen heb ik een telefonisch spreekuur. Dus je doet... Kijk, er zijn altijd spoedgevallen die gezien kunnen worden. In mijn vakgebied is dat ook zo. Net zo goed als KNO-arts heb je dat ook. Maar het meeste contact heb je via mails. Ik mail graag met patiënten, maar ook via het spreekuur. Dus je spreekt met secretaresse af hoe laat je en wanneer je een telefonisch spreekuur hebt. Wel, dan is er een heel aantal patiënten die je terugbelt, die afspraak gemaakt hebben. En in de loop van de dag probeer je dat allemaal te doen. En gaat dat even goed? Of mis je toch echt... deel van het contact, want je ziet dingen niet met eigen ogen. Nee, hoe iemand bij reageert, of waar het pijntje zit. Je kan iemand niet aanraken op de plek waar de blessure is, of wat dan ook. Dat is in mijn vak, zeker in mijn geval, in mijn vak, is dat zeker ook vervelend, omdat je niet in een oor kan kijken. En een patiënt kan wel, ik kan wel bijvoorbeeld bij een patiënt die nu iets heeft op de tong, nou ja, dan neemt zij een foto van de tong en die zie ik dan. En daar kan ik daar een uitspraak over doen. Al of niet. Soms is echt lastig hoor. Soms, want je kunt daar echt naast zitten. Dus voor de zorg is deze lockdown ook best schadelijk, toch? Dus even... Naast het virus... zie je dus ook dat de lockdown heeft op allerlei verschillende professies vreselijk veel effecten. Veel nadelige effecten. Sommige positieve, maar de meeste nadelig. Maar voor de zorg is dit ook best wel een ramp. Dit is een ramp. Kijk, ik had bijvoorbeeld in maart
had ik twee grote ooroperaties gepland. Van mensen met een chronische oorontsteking. En die worden uitgesteld. En daarbij is het gevaar dat die complicaties krijgen van die oorontsteking. Maar ik kan het niet opereren. We hebben daar echt geen mogelijkheid toe. Mm-hmm. En het opmerkelijk is dat de hoofdreden dat wij niet opereren nu is, dat als er een complicatie is en patiënt moet worden opgenomen in een regulier, in een groter ziekenhuis, dan kan men daar de complicatie niet handelen, omdat het ziekenhuis vol ligt met coronapatiënten. In ieder geval de intensive care of anderszins de operatiekamers niet daarvoor geëquipeerd worden. Ja. Nou, dat is ook wel gek. De meeste ziekenhuizen hebben wel bedden, maar hebben dan niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld een complicatie die door die operatie kan ontstaan, om die weer te behandelen of waarbij misschien een operatie nodig is enzovoort. Daar is meestal het personeel niet voor. Dus er is wel ruimte en de patiënt zou kunnen worden opgenomen, maar er is niet het personeel om daar die complicatie weer te behandelen. Want al het personeel wordt eigenlijk geallockeerd voor die coronapatiënten die er nu zijn. Dat is nog steeds het geval. En wat we hopen is eigenlijk dat we half mei, 20 mei staat het nu op, daar zitten wij op die tijdsindicatie hebben wij ook. Dus ja. dat we denken dat we dan langzamerhand er weer opgestart wordt met de reguliere zorg. En dan is het een stuw meer van patiënten wat gezien moet worden. Ja, door alle specialisten, op alle specialismen. Ja, dat wordt een heel bijzondere avalanche. Dan een vraagje, heb jij een beeld, want jij zit misschien daar wat dieper in, heb jij een beeld van hoe de situatie nu op dit moment in de IC is? In het gedeelde ziekenhuis in Nederland. Die is in ieder geval een stuk rustiger. Die is niet meer zo heel hectisch. De druk is iets van de ketel. Bij de meeste ziekenhuizen, maar er zijn nog steeds ziekenhuizen waarbij het personeel op het tandvlees loopt. Mm-hmm. Dus dan heb je misschien de druk een beetje van de ketel voor wat betreft ernst en hoeveelheid patiënten die er op dat moment zijn. Maar ja, als je zelf op je tandvlees loopt, dan is iedere patiënt is er één waarbij je alles uit de kast moet halen. En dat wordt langzamerhand steeds moeilijker. Ja, ja. En dan heb je ook nog, denk ik, het geval dat op dit moment, als we even kijken naar de effecten voor de zorg, mensen zijn wat meer, hebben veel meer stress wat betreft hun gezondheid. We hadden het over, aan de telefoon hadden wij het over hypochondrie. En dat zie jij toenemen. Mensen komen steeds meer kleine klachtjes komen ze bij je als dokter, wat ook weer meer belastend is voor onze zorg in Nederland. De stress. Het grappige is, de een wel, de ander niet. De mensen die de neiging hebben sowieso al tot zich zorgen maken, ja, die zul je altijd hebben. Die mensen zijn er altijd, mensen die dat wat meer hebben dan anderen. Ja. Nou, dat zie je nu toenemen, want die maken zich extra zorgen. Want immers, het is heel moeilijk om even tussendoor een afspraak te maken, bij mij bijvoorbeeld, om die zorg weg te nemen. Naar wat onderzoek. Ik moet het nu hebben van het verhaal. Ik moet kijken in de geschiedenis van die patiënt. En in de geschiedenis blijkt dan, uit de geschiedenis blijkt dat dit al jaren zo is. Hè, bijvoorbeeld. En dan moet ik mijn overredingskracht, zeg maar, via de mail gebruiken om patiënten van overtuigen van, weet je, dit had je vorig jaar ook, maak je geen zorgen. Nou, dat zie je meer. Maar dat is wel. Ja, het is A, heel logisch. En het is wel zo dat wat sterker is, omdat je niet vis-à-vis en door onderzoek even die zorg kan wegnemen. Dat er veel meer stress is, ja, dat is evident. En dat heeft zijn eigen pathologie straks. Ja. Dat is nu aan de hand, maar dat is straks nog veel meer. Wat voor zie jij als je... Er is wel onderzoek naar ook dat bijvoorbeeld burn-out veel meer toeneemt. En op mijn gebied betekent dat vaak dat mensen zomaar out of the blue een enorm oorsuizen kunnen krijgen. Een piep in het oor of een piep in het hoofd.
En dat noem je tinnitus. En dat komt veel meer voor bij stress, in stresserende omstandigheden. En je ziet dat nu ook. Dus ik zie dat in mijn praktijk, zie ik dat ook toenemen. Ja, je ziet dat dus, ook. Nou, er zijn mensen die ik al heel lang ken en die dat hebben al heel lang, maar waarvan ik en waarvan zij zelf ook weten, maar waarvan ik ook weet dat als er een stress komt, en dat zijn meestal wat langdurige omstandigheden, of privé of in het werk, dat dan die tinnitus enorm toeneemt. Nou, dat zie ik nu bij de patiënten die ik heb, die ik al ken met die aandoening, zie ik enorm, die hebben enorm veel problemen daarmee. Dus dat moet je daar... Ja, dus je hebt meer complicaties van deze aard. Ja. Nou ja, in ieder geval zie je meer stressgerelateerde problemen. En dat gaat... Ja, dat gaat zich wreken. De burn-out gaat ook toenemen. Er zijn psychologen die dat heel duidelijk melden. En dat lijkt mij ook heel logisch. Want het zijn heel stresserende omstandigheden. Thuis vaak. En dan moet je ook nog met je werk via Zoom of via andere manieren je werk toch proberen te doen. En dan heb je ook nog de stress van mensen die helemaal geen werk meer hebben ineens. Omdat alles stil ligt. En de horeca enzovoorts. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk afschuwelijk. Heel erg veel impact hebben op onze maatschappij. Want we hebben het nu over de horeca. De horeca heeft hier inderdaad een klap van je welstek krijgt hiervan. Maar het is niet alleen de horeca, want die horeca zit weer in huurpanden. Die huurbaas krijgt dan wellicht niet betaald. De viacementen die zorgen ervoor dat de horeca weer bijvoorbeeld de brouwerij niet kan betalen, et cetera, et cetera, et cetera. En dit gaat als een golf door onze maatschappij en wij produceren veel minder. Ik denk ook, dat is even heel kort, maar ik denk dat mensen ook minder productief zijn van huis. Ik weet niet of jij daar ook dat gevoel hebt. Want we hadden het net over dat je met spreekuur, je bent toch minder in staat om goed naar iemands problemen te kijken van afstand, dan als je bij hem in de buurt staat in zijn oor kan kijken. Dus het absoluut. En het is niet alleen het onderzoek hoor, het is ook echt, ik merk heel sterk dat het werkt wel met een mail en meer met telefonisch spreekuur, maar het is niet zo effectief als dat je iemand echt kan zien, kan aanraken. Dat is absoluut een verschil. Maar er zijn zeker aandoeningen die goed te managen zijn van huis uit. Maar het valt mij op dat het ook niet zo is dat je een groot deel van je spreekuur telefonisch kan doen. En wat vind jij van de rol van de overheid zoals die gereageerd heeft? Want iedereen heeft daar mening over, maar dat zijn toch... Ik zou niet weten hoe het anders moet. Het enige wat ik... Er zijn wat kleine dingen die opvallen. Waarbij ik wel denk dat er erg... door de medische experts, dus het RIVM, wel erg stenisch is vastgehouden aan bepaalde dingen. Zoals bijvoorbeeld de mondkapjes. Om de mondbescherming. Ik begrijp nog steeds niet helemaal. Ik ben niet overtuigd van de wetenschap daarachter. Waarom de enorme discrepantie tussen Duitsland en Nederland? Het Robert Koch Instituut heeft ook die draai gemaakt. Die waren ook eerst niet enthousiast over mondkapjes of mondbescherming, moet ik zeggen. Mm-hmm. En die hebben toch ook een draai gemaakt. Ik begrijp niet waarom het RIVM daar zo langzaam is. Maar dat zijn kleine... dat zijn van die dingen die opvallen. Ja, dus zoals ik het zie, op het moment dat je geïnfecteerd wordt met een virus zoals het coronavirus, dan is niet één virus dat in je systeem komt, dat zijn er wellicht honderden of duizenden. En de mate van die infectie bepaalt voor een heel groot deel hoe gevaarlijk de ziekte wordt. Klopt dat? Dus bijvoorbeeld als of met 100 virussen geïnfecteerd wordt, daar is een wezenlijk verschil. Nou, dat noem je de virus load. Hè? En het is zo dat als je dat in je hebt, dat je dat verspreidt door in aerosolen, hè, in hele kleine waterdruppeltjes. Het is niet alleen maar de grotere druppels die je uitspuugt of die uit je neus komen als je niest of als je hoest uit je keel komen. We weten nu ook dat die virusdeeltjes in hele kleine droplets, in hele kleine druppels kan komen. En als een soort wolk om je heen blijven zitten, daar is echt ook bewijs voor. En
dat bewijzen ze onder andere in koren en zo. Dat waren super spread moments. Hè? Dat, dus dat mensen in een koor of in een kerk enorm, precies, die aerosolen aan het produceren zijn. Ja. En we weten ook dat een deel van die aerosolen in ieder geval door een mond-neusbescherming, dat een deel daarvan niet verspreidt. En dus je vuilnislood die je verspreidt, is dan sowieso al minder. En dan zijn er wel, ja, dan, dat is een gegeven, daar is ook onderzoek naar, dat is heel inzichtelijk. En dan dan zijn de argumenten tegen het door iedereen laten gebruiken van zo'n mondbescherming, die argumenten zijn van een aard die ik, ja, waar ik wel vraagtekens bij zet. Namelijk dat mensen die gaan het dan verkeerd gebruiken. Mensen krijgen schijnveiligheid. Het gaat allemaal uit van dat mensen kinderen zijn en niet zelf na kunnen denken. De bekende. Daar gaan we iets uit, meen ik. Ik heb in mijn praktijk altijd gevonden dat mensen totaal geen kinderen, dat je mensen moet meelaten denken over hun eigen aandoening. Mm-hmm. Maar goed, daar kun je allerlei filosofische ideeën over hebben. Ik denk mensen verstandig genoeg zijn om te weten dat, als je dat goed uitlegt, om te weten dat het geen schijnveiligheid, dat het geen veiligheid biedt voor jezelf, maar dat het veiligheid biedt tegen verspreiden, dat veiligheid biedt in zoverre dat je verspreiding tegengaat. Ja. Nou ja, in ieder geval, die discussie is volop gaande en ik denk dat het een kwestie van tijd is dat wij die mondkapjes of die mond-neusbescherming toch gaan gebruiken. De simpele reden dat 1,5 meter niet haalbaar is in een normaal maatschappelijk leven. Nee, ik denk dat het ook dat is dat zien dat er ook cultureel veel schade komt. Ik heb dan een vraag, hè, over hoe de overheid nu gereageerd heeft. Je ziet ook dat er een aantal overheden zijn zoals Zweden, IJsland, Belarus, Korea, overigens Zuid-Korea, Japan, Mexico, die hebben hun lockdown ofwel veel later en op een zachte manier ingezet, of helemaal niet, zoals in het geval van Zweden en IJsland. Ja. En die statistiek, ik weet niet, dat kan op een gegeven moment, kan de editor die kan dat erin plakken. Die statistiek laat zien dat die landen veelal minder last hebben van coronavirus. Hoe kan dat? Is dat omdat de bevolking wat netter reageert daarop? Nou, het is gevaarlijk om dat nu al te zeggen, zeker Zweden. Zweden lijkt een inhaalslag te maken. Gisteren en eergisteren bleek dat Stockholm enorme uitbraken zijn nu. Dus het is heel gevaarlijk om daar, bovendien is mijn vak niet, maar om daar uitspraken over te doen. Ik denk dat wij dat naar onze omstandigheden echt heel verstandig gedaan hebben. Ik zou niet weten hoe je het anders moet doen, moet ik zeggen. Het is ongelooflijk moeilijk om zo'n hele strakke lockdown te doen. Bovendien, het blijkt dat al die mensen, al die landen die dat gedaan hebben, dat die ook weer tweede golven krijgen nu. Dus ik durf daar echt, dat is ook echt, dat is heel gevaarlijk om daar nu al de hele harde uitspraken over te doen. Het enige wat ik denk dat waar we echt goed over na moeten denken is de tijdstip waarop, want dat het gaat gebeuren lijkt mij echt evident, maar tijdstip waarop wij allemaal die mond-neusbescherming gaan doen. En of we daar niet veel meer nu ook voorlichting over moeten geven. Of mensen die dingen al laten maken. Ja. Straks hebben we ze wel nodig en dan hebben we ze weer niet. Maar het is hier not done. Hier zie je mensen bijna niet lopen, maar als ik bijvoorbeeld in China ben, in India, of Zuid-Korea, ja, anders zul je zien dat mensen, dat zelfs als er geen epidemie is, precies, griepje. En dan denk je, ik wil dat niet verspreiden naar andere mensen, dus ik heb een mondkapje. Ik ben dat ook ik ben in China en in Japan ook wel geweest en daar ben ik niet anders gewend. En ook heel veel Chinese toeristen hier in Amsterdam, die hebben heel vaak een mondkapje, ook al jaren. Andere cultuur. En in onze cultuur is het zien van andermans gezicht erg belangrijk, ook omdat het vertrouwen wekt. Maar jij zegt, tijdens zo'n epidemie moeten we echt daar goed over nadenken. We moeten zorgen dat zo'n totale lockdown werkt niet, want er komt een tweede golf. Maar je moet wel zorgen dat je niet golven gaat produceren. Dus verminder de verspreiding met de mondkapje. Ja. Maar waar werken we nu naartoe? Nou, ik,
vaccinatie, wereldwijde vaccinaties voor coronavirus? Ja, op een gegeven moment wel. En ook daar zijn, en niet de minste experts hoor, daar zijn, sorry, wat zeg je? Is zo gevaarlijk dat we vaccinatie nodig hebben, dat zeg ik. Nou, we hebben sowieso is dat ook het enige antwoord, denk ik, ook voor de toekomst, dat er een vaccinatie komt. Maar ook daar zijn de experts dan ook weer, en wat ik ook wilde zeggen, niet de minste experts, hebben daar discussie over. De een zegt, reken op 2 jaar, terwijl in Oxford is een grote onderzoeksgroep al bezig met een vaccin te testen. Die zit al in de klinische fase sinds 2 dagen. Dus en dat zou betekenen dat het over een half jaar is. Een van de dingen die me enorm opvalt is dat gerenommeerde experts het dat er zoveel licht is tussen de meningen van de wereldexperts op dit gebied. Er zijn echt instituten en experts die dat zijn de besten ter wereld. En ook die hebben onderling niet grote verschillen, maar wel dusdanige verschillen dat het voor het publiek en ook voor mij als medicus ontzettend moeilijk is om in te schatten waar ligt nu de waarheid. En wat voor soort dingen praten ze dan over? We praten bijvoorbeeld over wat er eerder zal zijn, een vaccin of een geneesmiddel. Mm-hmm. We hebben de geneesmiddelen, we hebben de geneesmiddelen, de antivirale middelen. Nou, dat is remdesivir bijvoorbeeld, is daar de grootste kanshebber om dat, er was lange tijd de grootste kanshebber om dat te worden, het belangrijkste. Mm-hmm. En nou, we zien nu dat eerste onderzoek uit China heeft maar een hele geringe werkzaamheid aangetoond. En nu zijn er 2 enorme onderzoeken die bijna klaar zijn van andere instituten. En daar zijn de eerste tekenen zijn ook heel ongunstig. Dus nu zijn, terwijl wij dachten, tot voor een week nog, dachten we nou, die geneesmiddelen, dus die virusremmers, die zullen wel eerder klaar zijn, uitgekristalliseerd zijn, welke we daarvoor moeten hebben, dan dat een vaccin, dat is wel een vaccin, het zal veel langer duren. Dat lijkt mij ook, een organisch molecuul of inderdaad een complex. Ja, nee, maar dat is dus nu, blijkt dat niet zo te zijn. De wetenschap van de vaccinaties, die is natuurlijk ontzettend snel aan het gaan. En er zijn ook nieuwe technieken die nu uitgeprobeerd gaan worden, zoals dat men geïnjecteerd wordt met losse fragmentjes DNA van het virus, waardoor jouw lichaam zelf een aantal van die eiwitten maakt, waardoor je een soort van fake virus, maar dan alleen zijn DNA in weet te injecteren. Ja. Dat kan heel snel en heel hard. Daar is men mee bezig? Ja, daar is men mee bezig, maar dat duurt. Dat duurt dus nog ontzettend lang. Dat is het principe van vaccinatie inderdaad. Dat is wat ik alleen maar wil zeggen. Het ene gerenommeerde onderzoeksinstituut of gerenommeerde specialist staat daar anders in dan de andere gerenommeerde. En het is heel moeilijk om grip te krijgen voor iedereen, laat staan voor medici, om grip te krijgen op wie nou de waarheid in pacht heeft. Maar dat snap ik, maar daar zitten wij ook mee. Dat is daar zit iedereen mee. Dat is iedereen mee. En een van de dingen waar ik heel erg bang voor ben, en ik weet niet wat jouw mening over is, maar een van de dingen waar ik heel bang voor ben, is dat de situatie die we nu zien, economisch gezien, zoveel groter is dan de meeste economen inzien. Er zijn zeker economen, ik ga het straks ook hebben met Sander Boon, ga ik ook een interview doen. Excuseer. De economische situatie kan wel zo erg zijn dat hier oorlogen uit gaan ontstaan. De olieprijs die keldert vreselijk, er is geen vraag meer naar olie. Je ziet Amerika en Iran die hebben weer spanningsvelden, maar er gaan zoveel meer spanningsvelden. Ja. Die oorlogen die gaan een hoeveelheid doden opleveren en schade opleveren, waarvan ik dan denk, shit, dit is heel eng. En hadden we, maar jij zegt, je ziet geen enkele andere aanpak dan wat onze overheid had kunnen doen. Ze moesten in een lockdown. Dat was echt geen sprake van, dit is nou eenmaal wat er gebeurt op het moment dat het virus de wereld over gaat.
Precies. Kijk, als je dat staafdiagram wat je mij gestuurd hebt, waarbij je ziet wat er gebeurt zonder en wat er gebeurt met lockdown. Ja, dat is tekenend. En het RIVM heeft dat ook in die modellen, is dat ook naar voren gekomen. Ze hebben daar grote berekeningen over gedaan, over wat zou er gebeurd zijn als we niets gedaan hadden. Nou, dat, als je dat ziet, en dat is heel inzichtelijk, dat kun je... Ja, daar schrik je lam. Dan hadden we, dan was er, dat was echt een enorme ramp geworden. Dus op zich denk ik dat we het heel slim doen. In Zweden, of die ramp zeggen, die komt er nu? Ze hebben van de week gepubliceerd, Van Dissel heeft dat ook uitgelegd, hebben gepubliceerd de berekeningen die ze hebben gedaan op het niets doen en op datgene wat we nu gedaan hebben. Nou, en als je die berekeningen ziet, als we niets gedaan hadden en we hadden inderdaad geen intelligente lockdown gehad of wat dan ook, en niet die social distancing, dan was de gezondheidszorg geëxplodeerd, of geïmplodeerd in ieder geval, dat was totaal misgegaan. Nou, dan dat, en want dat waren zulke ongelooflijke aantallen op de intensive care geweest, dat was niet meer te doen. Dus ik, ja, weet je, wat is wijsheid? Ik vind dat het tot nu toe door mensen, en hier zijn heel veel mensen, hebben hier echt heel veel verstand van, en die hebben dit denk ik heel goed gedaan. Ik zou niet weten hoe je het anders moet doen. Ik heb daar ook geen kritiek op verder. Dit is wat het is. En als je ziet alle andere landen die het anders doen, iedereen krijgt zijn problemen. Zweden is aan een inhaalslag met aantal geïnfecteerden per 100.000 bezig. Kijk maar naar de laatste cijfers. Ja. Dus het enige wat mij opvalt is Noorwegen. Dat blijft onderbelicht, moet ik zeggen. Die hebben weinig, tot nu toe doen die het heel goed. Nee, ik denk, wat voor ligt is, denk ik, hoe gaan wij nu verder? Hoe gaan we het openen? Ja. Nou, daar is iedereen mee bezig. Het kijkt dit dagelijks, beluistert dit dagelijks. Precies, maar medisch gezien denk ik dat die mondbescherming, dat we daar nog echt ons klaar voor moeten maken, dat we dat gaan doen. Ja. Oké, dan zie je dat er ook gesprekken zijn over hoeveel mondkapjes hebben we daarvoor nodig? Hebben we genoeg mondkapjes? Die moet je zelf maken. Die moet je zelf maken. Nou ja, kijk maar, dit kun je, als je de BH van je vrouw doorknipt, heb je al een cup en dan doe je twee elastiekjes aan. Er zijn allerlei geestige WhatsApp filmpjes, kijk via WhatsApp, allerlei geestige YouTube filmpjes hoe je een mondkapje maakt. En dat kan, in 2008 heeft het RIVM al gezegd dat mondbescherming heel adequaat kan zijn bij influenza-virus-uitbraken. Ja. Nou, dit is een influenza-virus. Het is een specifieke. Hij is heel klein. Maar in principe, het principe blijft hetzelfde. Namelijk het verminderen van de viral load die je uitstoot. Mm-hmm. En ja, daar zijn dan wel, je kunt daar dus allerlei discussies over hebben. Maar dat staat vast. Dat is aangetoond. Dus wetenschappelijk. En wetenschappelijk aangetoond. Dus is het wel zo, dan moet je dat ook allemaal doen, wil dat echt goed effect hebben. Ja, dat is inderdaad zo. Je moet een campagne daarvoor houden, zeker. Maar het is niet zo dat je pertinent chirurgische kapjes daarvoor moet hebben. Dat is ook al aangetoond dat een stoffenkap die je zelf maakt prima is. Kijk maar naar het is net heel uitgebreid op het nieuws geweest. Jena, dat die Oost-Duitse stad, die iets van 150 en meer geïnfecteerden had. Ja. En op het moment dat die bevolking in die stad massaal allemaal mondbescherming, mondneusbescherming heeft, hebben ze nog maar één geïnfecteerde gehad in 2,5 week. Dus het zou het best kunnen dat er wel geïnfecteerden zijn, alleen dat omdat de viral load zoveel lager is, dat die mensen niet meer geregistreerd worden als coronazieken, omdat ze zich nog gewoon gezond voelen. Want een groot deel van de mensen heeft niet zulke hele grote verschijnselen. Nee, wacht even, nou gooi je een paar dingen door elkaar. Je zegt ook nog niet ziek zijn. Nee. Er zijn, kijk, als je allemaal mondbescherming gebruikt, dan is aangetoond dat je minder van die aerosolen hebt. Ja, en, dat je dus, en dat je dus minder mensen infecteert. Dan wel mensen misschien infecteert. Maar dat spreek je niet over een infectie. Als er
als er helemaal geen verschijnselen zijn, dan is die persoon niet ziek. Oké, maar je kan wel immuniteit opbouwen terwijl je dus geen verschijnselen hebt. Dus je bouwt. Nogmaals, dat is mijn vak niet, maar immunologen zeggen duidelijk: je hebt echt een forse aandoening nodig. Wil je genoeg antistoffen in je lichaam genereren? Dat is het eerste. Het tweede is dat we dat. Kijk, het is een heel nieuw virus met hele aparte eigenschappen. En er zijn ook mensen nu die hebben gezegd, wetenschappers, die zeiden: je bent maar heel tijdelijk immuun ook. Veel tijdelijker, dus niet, je bent niet immuun voor je leven, zoals bij pokken of mazelen. Soms heb je nog boosters nodig, maar dat is misschien maar één keer in je leven. Dit is, als je hier al immuun voor wordt, is het heel kort. Okay. Dus er is over de hele immunologie van dit virus, daar is nog zoveel over onbekend, dat we alleen maar kunnen zeggen, nou, perk het in. En we kijken dan verder en we blijven onderzoek doen. Het is moeilijker dan je denkt. Ja, we gaan allemaal door een vreselijk moeilijke tijd nu, denk ik. Of niet allemaal, maar het overgrote deel van ons zit gewoon thuis vast. Weet niet hoe we heen gaan, weet niet hoe het gaat met Europa en hoe het gaat met geld en de economie. En dan zitten we ook nog met het virus. IJzer, ik denk dat we ontzettend veel leuke vragen hebben kunnen beantwoorden. Wellicht kunnen we er ook een eind aan maken. Ik kijk even naar de tijd. Ik wil je graag hartelijk bedanken voor dit interview. En hopelijk misschien tot een volgende keer. Ja, het is jammer dat we nog zo weinig antwoorden echt hebben. Hè. Het blijft ook voor mij heel veel gissen, maar... naarmate de tijd vordert, en dat is per dag, krijgen we meer antwoorden. Dat is het fijne wel. Ja, precies. Maar dat is heel goed dat je dat aangeeft. Ik denk ook dat het echt belangrijk is om door te hebben dat we zitten gewoon echt in een spannende situatie. En daarvoor is het nodig dat we met harde wetenschap, met een harde informatie gaan komen. Maar we moeten blijven spreken, we moeten blijven denken. En we zijn allemaal verantwoordelijk om mee te denken, denk ik. Absoluut. Toch? Ja, zeker. Okay. Super. Ja. Graag gedaan. Tot volgende keer.